Nou, ze hebben dus hele lekkere nieuwe chocola bij de Albert Heijn. En ik heb er 5 meegenomen. En het idee is dat we die even gaan testen om te kijken of dat dan geslaagd is. Moeten we het even opschrijven? Ja. Welke had je en wat vond je ervan? Mondvol. Oh, dan mag je niet praten. Melk, pekan, karamel, zeezout. En ik vond hem echt geweldig. Ja? Die naam is zo lang. Anyhow, nee, ik vond hem echt heel lekker. Wat vind jij van deze melk, karamel, zeezout-achtige chocola? Het is op zich wel lekker, maar er zit veel te veel van alles in. Er zit veel te veel noten en je proeft niet echt meer de chocola. Pure mandel, kokos. Er zat genoeg in en ook niet te veel. Alleen hij mag wat harder. Hij was een beetje te zacht naar mijn zin. Ja, ik vond hem lekker, maar ik proefde de amandel en de kokos niet. Dus ze hadden beter gewoon puur op kunnen zetten, denk ik. Puur met stukjes. Dit is pistache, hazelnoot en cranberry. En ja, ik vind hem best wel lekker eigenlijk. Hij ruikt iets minder lekker dan dat hij smaakt, dus dat is een klein nadeel. Maar goed, misschien ruikt niet iedereen aan chocola, dus dan zou het helemaal goed moeten komen. Ik vond die pistache groenachtig iets, vond ik een hele vieze kleur. Het ruikt niet lekker, maar het smaakt best wel lekker. Wat doet deze chocola? Ja, het blijft een beetje tussen je tanden zitten. Dat is niet echt praktisch. Nou, welke er voor mij uitsprong, wat overigens niet gold voor de andere panelleden, was de puur met kokos en amandel. Die vond ik wel gewoon heel lekker. Gewoon een hele fijne smaak en niet te veel poespas. Nou, de lekkerste vond ik melk, pekan, karamel, zeezout. Omdat die gewoon, je nam een hap en je proefde meteen alles wat erin hoort te zitten, volgens het papiertje. En je werd er gewoon heel erg gelukkig van, wat je altijd doet van chocola. Ja, ze waren allemaal wel een beetje gelijk, vond ik. Dus ik zou ze niet direct kopen.